Vandaag is de ALS Familiedag. We staan dit jaar in het Openluchtmuseum in Arnhem. En we zetten ALS-patiënten in het zonnetje, samen met hun familie. Het doel is genieten en hele mooie herinneringen maken. Ik vind het leuk om andere patiënten te ontmoeten. Ja? Dus ik heb Monique weer even gezien. Daar ben ik fan van. Dus het is altijd wel even gezellig om die te zien. Ik ben even aangeschoven bij de familie van den Berg, want het is de ALS Familiedag, dus neem je je hele familie mee. En je hebt ook echt de hele familie mee, hè, Zoe? Ja, klopt. Mijn schoonouders en mijn ouders en mijn partner en zoontje. Ja. Wat een ontzettend gezellige sfeer zo volgens mij, hè? Ja, zeker weten. Lekker weer en mooie mensen en heel mooi georganiseerd. Ja, het is absoluut gelukt vandaag om de zorgen even los te laten en gewoon te genieten van een mooie omgeving, et cetera. Nou zijn er nog steeds heel veel mensen met ALS, PLS en PSMA die niet naar de familiedag komen. Ja, dat, ik begrijp dat ook wel. De een is er wat meer aan toe dan de ander. De een zoekt het ook wat meer op dan de ander. Dat mag en dat kan ook allemaal. Maar als mensen nog twijfelen, zou ik wel willen zeggen, kom het gewoon een keer ervaren. Het is heel, ja, wel laagdrempelig. Hè? Het mag, maar niks moet. Dus je kan ook echt helemaal je eigen weg vinden op zo'n dag. En het is toch wel heel inspirerend om elkaar af en toe wel te vinden hier. Het is altijd weer leuk om iedereen te zien en ook gezichten die je dan soms jarenlang niet hebt gezien, om die toch weer te zien en inderdaad die familiesfeer weer te ervaren. Je zag de ALS Familiedag dit jaar vanuit het Openluchtmuseum hier in Arnhem. Ik hoop dat je een mooie indruk hebt gekregen en wil je zelf een van de vele evenementen bijwonen of je inzetten voor de stichting? Kijk dan op de website als.nl en onthoud, er is geen tijd te verliezen.